Welkom bij A2 Actueel. Voor A2 Maastricht wordt er niet alleen overdag gebouwd, maar ook 's nachts, zoals hier ter hoogte van de Geuselt. Welke werkzaamheden voeren jullie hieruit? Nou, we zijn een viaduct ondersteuning aan het maken, voor staal, voor Viaduct Zuid. En daar zijn de collega's nou momenteel mee bezig. Ja, en waarom 's nachts? Dat is de beste tijd om het verkeer niet te hinderen en daarom dat de avonduren en de nachturen worden gebruikt. Ja, want hoe hinderen jullie? Nou, we hebben hier grote machines, zoals jullie hier kunnen zien, een grote kraan, opleggers. En die kunnen alleen maar op één manier staan en dat is dwars over de weg. Dus dan moeten we de weg afsluiten. Hoe brengen jullie die ondersteuning aan? Die ondersteuning die wordt aangebracht met een kraan vooral. En we beginnen eigenlijk met om de twee betonnen pijlers een constructie te bouwen. Daarop komen kortere balken die een beetje in schuin te hebben. En dan worden de langere balken worden aangevoerd met vrachtauto's. Een zware constructie, hoeveel weegt het? De balken die we nu aan het leggen zijn, die zijn ongeveer 23,4 meter lang en wegen 7 ton. Blijft deze constructie dan ook zo staan? Nee, het is een tijdelijke constructie die ongeveer 10 tot 11 weken blijft staan. In die tussentijd wordt de houten bekissing wordt erop gezet, de stalen matten, beton gestort en eigenlijk alle werkzaamheden om die brug zover mogelijk klaar te maken. En als eigenlijk de brug klaar is, dan wordt hij opgeheven door pompen en dan wordt de constructie wordt weggehaald. Waar halen jullie eigenlijk al dat staal vandaan? Dat staal is eigenlijk van de vorige brug die we hebben gebouwd. Dat was Viaduct Noord. En de materialen die hebben we toen ook hier op het naastliggende opslagterrein gelegd. Dat waren de iets kortere balken en de grote zware bokken. En de lange balken die zijn naar Valkenburg gegaan, naar een van de hallen die we daar hebben staan. En daar zijn ze opgeslagen, ongeveer een jaar lang. We zijn al van het begin af aan bij het project betrokken. Zo hebben we de kruisdonk, knooppunt Kruisdonk, hebben wij ook een tijdelijke flyover gebouwd. Die naderhand eigenlijk helemaal gedemonteerd is geworden en op wielen afgevoerd is geworden. Dan zijn we momenteel bezig met de montage van aluminium vogels. Die vogels, dat is eigenlijk een decoratie, die dient als decoratie. In een mooie kleur worden die gepoederkoot. En in de buitenste tunnelwanden worden die gemonteerd. En ongeveer 350 stuks gaat het om. Hoe belangrijk is A2 Maastricht voor uw bedrijf? Nou, natuurlijk in tijden van crisis, zoals we die vanaf 2008, 2009 gehad hebben, is zo'n project natuurlijk voor een bedrijf uit de regio heel belangrijk. En als je dan voor een jarenlang samenwerking dit soort projecten kunt doen, nou, dat is natuurlijk voor ons heel goed meegenomen. Dit was A2 Actueel voor deze keer. Wilt u op de hoogte blijven? Ga dan naar a2maastricht.nl. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.